dan is dat weg misschien. Oeh, dat zou ik niet doen. Je sleepte eigenlijk iedere keer met dat touw over je houten balustrade. Dus dat schuurde heel erg. Maar voor de balustrade was een ijzeren balk. Dus ik dacht op een gegeven moment, wij moeten een lus slaan om die ijzeren balk. Want dan kunnen we een soort hefboom of een soort makkelijker trekken aan dat ding. Maar we hadden niet echt zo heel goed rekening gehouden met de stroom. Die was zo zwaar. Nee, dit lukt niet. Nee, deze weg. Is er ergens op een scherm ook komen opstaan? Jamie moet ook om dat uur bij die kerk zijn. En Merel moet ook om dat uur op een kerk zijn. En mensen hebben het niet gezien of hebben het niet doorgezegd. En daarom ben ik als enige doorgegaan naar die kerk. Ik was echt een beetje pissig. Ik ben denk ik vanmiddag echt een soort kant van mezelf tegengekomen waarvan ik niet wist dat ik hem in me had. Ik was echt serieus pissig. Ik dacht ook, laat er maar iemand naar huis gaan. Want er zit echt niet één iemand heeft vandaag de boel lopen frustreren, maar meerdere mensen hebben de boel lopen frustreren. Jongens, we moeten stemmen. Mag ik jullie handen zien voor het geld? 2. Nou, 3. 1. 3 voor het geld. Nou, duidelijk. Dat is duidelijk. Toch opeens voor geld. Voor, mag... Ja. Oké, dus wat is dit? Nikki. Dus 3, 4, 5. Wat, heb jij 2 honden? Nee, tuurlijk niet. God, 3, 4, 5, 6. En jij kan een kat dus, blijkbaar. Toch voor de 45 minuten versie moest gaan. Ik ben heel benieuwd hoe ambitieus jullie zijn. Nou, de ambities van de groep zijn wat bijgesteld. We hebben vertrouwen erin en we denken dat we het in een half uur kunnen. 45 minuten. Oh, ik denk, ik probeer het nog even. Maar op iedereen achter me. Wat zit je nou te doen? Waarom zit je dat te doen? We kozen voor 45 minuten. Al weet ik dat we het in 45 minuten zeker kunnen. Vraag me wel af, Merel. Waarom jij na 2 minuten op een balkon staat, ik vraag, wil je informatie? Je zegt, nee, ik hoef geen informatie. Dit is mijn balkon. Tegen wie heb je het? Tegen jou, Merel. Serieus? Merel, ik wil geen informatie, dit is mijn balkon. Dit is mijn balkon. Vervolgens zeg je 3 minuten voordat de klok afloopt, ren je weg. Ik wil geen informatie, Rick Paul. Dit is mijn balkon. Ja, dat heb ik dus niet gezegd. Ja, lijkt mij ook. Ja. Nee, dat is niet de vraag. Ik ben elke keer super geïrriteerd. Ja, ik heb het klein letters met hem. 2, maar ja. Daar zit het. We moesten nog 2 verschillen hebben. Maar de puzzels leken identiek. Het was echt onwijs moeilijk. Moeten we kijken naar de stand van de wielen? Die band van die buitenste wijst naar die kant. En die band niet. Twijfelden we wel een beetje over, want dat was een wiel wat niet zichtbaar was aan de voorzijde. Dus echt alleen maar aan de achterzijde. Deze. Daar keek de band die kant op. Ja, dat is niet goed. Dus daar ging onze 8 naartoe. We hadden nog 1 verschil nodig. Schuwelijk. Oké, nog 1. Oh, dat is echt helemaal niks, Westrik. Shame. Nee. Moet ik slinger of zo? Oké, jongens. We moeten een beetje tempo maken. Oh. Okay, sorry, hoor. Dit is echt best wel ingewikkeld. Kijk, het lijkt makkelijk. Een touw met een kokosnoot eraan. En dan die kokosnoot naar Sarah gooien. Ik sta ook gewoon kloot tussen die bomen. Gaat 6 meter. Ik voelde me ook echt een beetje lullig dat ik met zo'n kokosnoot stond te zwiepen. En dat het ding echt maar een paar meter vooruit kwam. Het was niet echt heel heroïs, laat ik het zo zeggen. Twee rode schermen. Oh. Oh. Er gaan 2 mensen uit het spel. En daarvan kan ik er zomaar 1 zijn. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik was helemaal aan het tellen, ik zat er helemaal in. Je bent de joker, lucky joker man. The fuck? Oh, wat erg.
Oh, wat erg. Ik zit er zo in te tellen. Ik trek hem eruit. En ik liep nog een soort van terug, zo van, nou. En ik keek zo naar Saar en naar Niels en naar Sinan. En ik keek zo naar die pinnenmand. En in één keer dacht ik, wat heb ik gedaan? Ongelooflijk. Ja.